Ja, nu zijn jullie echt de lul. Ik heb meer dan 50 gigabyte vrij op mijn harde schijf. Ik heb een backup operatie uitgevoerd. Al die andere meuk die ga ik nog wel produceren. Maar... Ik moet toch mijn verhaal kwijt. Hè? Voordat ik gearresteerd word. Het motto van deze uitzending is... Joodse humor. In die zin dat je toch lacht. Wat een hele... Wat je zegt, qua humor... Je moet weer denken aan die man, mijn grote vriend in die rolstoel. Die mij al verteld heeft van... Nee, je mag mijn rolstoel niet gebruiken om die klootzakken van het terras af te mappen. En ik nog tegen hem van... Ja, maar als ik het toch... Dan til ik je uit je rolstoel. Nee, zei hij, je pakt maar een terrasstoel. Nee, oké. Ja, het blij zijn met dat wat er is. Daar gaat het over. En dat je er mooi uitziet. Zoals ik momenteel. Ja nou strof jou. Probeer er maar eens zo mooi uit te zien als ik nu. Hè? Het is fucking heet. En nee, ik heb geen t-shirt aan. Maar ja, je kan mijn titties niet zien. Want ik ben een man. Oh, wat glans mijn bierdingetje mooi in het licht. Ja, kom, met mij gaat het goed, joh. En met jullie dan? Hè? Hoe gaat het met andere mensen? Want voor iemand zoals ik... Als een ander pijn heeft... Dan voel ik dat ook. Dan zeggen mensen... Ja, je bent gek. Je moet naar de psychiater. Je moet een pil in je kop stoppen. Weet ik veel wat, hè? Maar ik voel dat. Ik vind het niet leuk... Als andere mensen het niet leuk hebben... Ik lijd onder het lijden van andere mensen. Dat heet INFJ. INFG. Weet ik veel wat. Look it up. De empathische mens. Ik kan er niks aan doen. Als ik een ruimte binnenkom en er zijn andere mensen... dan voel ik gelijk wie Piet is... En wie Gerard is. Ik zie het zo. Ik heb verkoopgesprekken gedaan in mijn eentje. Tegen een team van 6 mensen en een toezichthouder. Ja. En gewonnen natuurlijk. Ik heb de business niet gekregen, maar dat verkoopgesprek had ik gewonnen. Want ik wist gelijk wie die klojo was. De klojo. Oh, zo zien zitten. Denk ook jij bent een homo. Mooi zo, dan weten we dat ook. Iedereen is bang voor jou, maar ik niet. Ah, dat is dan... It comes with the territory, zeggen de Engelsen. Het komt met het gebied. Dat je empathisch bent. Het heeft zijn voordelen... Je kan iedereen voor de gek houden. Je kan iedereen bespelen als een poppenspeler zijn poppen bespeelt. Een blieb-bloe, bla bla. Vervelend is dat je dat ook probeert met mensen die absoluut immoreel zijn. Ja, en dan ben je de lul. Ga je iemand dienen die nergens toe dient? Ja, ik weet het. Dat maakt toch niet zoveel uit eigenlijk? Toch? Nee, laten we eerlijk zijn. Kijk, je bent empathisch en dat biedt heel veel voordelen. Bijvoorbeeld, ik heb een uitstekend contact met mijn dochter.
Die is inmiddels 18 en ik heb haar al een paar maanden, weken niet gezien. En wel een ferme afspraak dat we binnenkort een keer gaan eten. In een snackbar. Ah, ik zie mijn dochter nog. Heb ik mooi voor elkaar. En ik heb dat kind niet iedere dag over de vloer hier, want waarom? Oh, dan gaat de meisjesgezeur en dan moeten ze haren verven. En dan gaan we weer dit doen en dat doen en met de deuren slaan. Nou, dat doet ze allemaal lekker bij de moeder. Klinkt mooi zo. Halleluja, prijs de Heer. En ik controleer wel bij haar hoor, van hoe zit het met je breinontwikkeling? Nou, zegt ze, dat gaat tamelijk goed. Ja, okay. Ja, dat is dan cool toch? Ja, maar je ziet je kind dus bijna niet. Ik zeg net, ik zie haar voldoende. Ze mag van mij wel gelijk weer terugkomen. Ja. Is een beetje de deur uit, zullen we maar zeggen. Ze mag zo terugkomen. Dan maken we er helemaal geen donder uit. Maar dan wel een beetje voorzichtig doen. En we gaan wel eerst overleggen van tevoren met wat we precies gaan doen. Maar dan mag het. Ik zit er niet te huilen om een kind van 18 dat de deur uit is. En de moeder die gaat er nog een groter probleem mee krijgen. En die zit dat kind aan haar te binden. Van ja, maar zal mama dan vanavond een pannenkoeken, dat werkte vroeger heel goed. Hè? Pannenkoeken bakken. En tegenwoordig maakt ze dan zo'n Thaise soep van inktvis of zo. Zo'n buikortklaakpa. Wel iets wat daarop lijkt. En dan mijn kind zo heel verheerlijk zeggen van, oh, dat maakt ze zo lekker. Die bitch kan helemaal niet koken, man. Die moeder dan, hè. Ik vraag me af, nou ja, mijn kind heb ik gevulde eieren laten maken. En die waren uitstekend. Heeft Arjan Pedis, heeft ze ook gemaakt. Dat is hete kip. Heel makkelijk, haal je in de supermarkt zo'n zakje met kruiden. En een kipfilet. Een rijst koken. En dan komkommer erbij. Dat vind ik wel lekker. Van die lekkere, dun gesneden komkommer. En een beetje bij die komkommer, azijn natuurlijk. Een scheutje olie. En zout. En een beetje suiker misschien. Hey, de kind van mij, die kan wel koken. En dan ben je toch klaar als ouder. En natuurlijk had het leuker geweest voor de samenleving als die moeder mij de deur niet had uitgezet. Ik denk het wel. Ik denk dat mijn familie en haar familie uiteindelijk ook, maar ja, die haar familie zijn van die ruziemakers. Die vinden het eigenlijk alleen maar geinig, zo'n scheiding. Ja. Maar ik denk voor het grote geheel dat het leuker was als we bij elkaar gebleven waren op een creatieve manier. Maar ja, maar dan wil dan een scheiding. Ja, okay. Ik hoop dat ze een goede seks heeft gehad. En zal hebben. Maar ja, ze wordt ook een dagje ouder. Nou, die moeder die boert het goed hoor. Die heeft een hele beroemde Arnhemse Achterhoekse muzikant aan de haak geslagen. Van 1,90 meter of 1,95. Jezus, man, wat een reus. En zij heeft ook lange benen. Dus ze was ietsje kleiner dan ik. Maar ik was maar 2 centimeter langer, denk ik. Ik hoop dat het goed gaat met haar. Wat doe ik hier? Het is belangrijk dat je, ja, ik voor mezelf dan, hè? Even persoonlijk, ik pleit me van alles vrij. Hè?
Ik heb de samenleving bediend met een voorbeeldprogramma. Dat lijkt me echt hartstikke leuk studieobject voor een ieder die wil leren programmeren. Ja, doe die broncode maar open. Dan gaan we kijken wat er staat. Gewoon in C. Geen gefuck met Pascal of ADA of weet je, die andere talen ook alweer. Nee, gewoon C. Er zitten zelfs stukjes in die hangen tegen machinecode aan. Heel gevaarlijke stukjes code. Maar wel snel. En de rest is allemaal veilig. Totaal controleerbaar. En daar gaat het ook om. Bij een computer gaat het erom. Bij een computerprogramma. De computer dus is alleen maar een computer als er een programma op draait. Want anders is het alleen maar een kachel. Een Astrovia. Voor een programma moet het zijn dat het betrouwbaar is. Dat het controleerbaar is. Het moet gecontroleerd kunnen worden. En dan ben je veilig. Dan kan je dronken programmeren. Dan kan je stoned programmeren. Als er maar wat fout gaat, dan zegt het systeem wel van oeps. En niet dat dat voor mij het allerbeste is, ben jij maf. Behalve dat er een beveiliging in zit voor... Wat is dat ook weer? Dat heet een deadlock, heet dat. Ja, dat is moeilijk hoor. En er zit een deadlock beveiliging in. Dus als je een deadlock krijgt, dan heb je ook inval. En een kind neergezet. Niet slecht hoor. En daar gaat het toch om. Als mensen, je moet wat doen. En goed voor je kind zorgen. Ja, zeggen die mensen. Maar jij, Perry, jij weet ook van 9-11. En dat waren de katholieken. En dat vind ik angstaanjagend. Ja, katholieken zijn angstaanjagend. Heb je ooit naar een katholieke kerk gekeken? Helemaal niks. Maar het is al zo oud. Van Babylon komt dat. Ha, 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 ha. En moet ik daar bang van worden? Waarom? Sorry? Moet ik bang worden voor de paus? Waarom? Er komt een priester langs. En dat is een vent in een jellaba. Met een rinkel-rinkelbelletje. En een beetje wierook. Zo. Rot toch op, man. De overeenkomst. Dus, wie hoort er in het rijtje niet thuis? Hè? Dat is het volgende. Even een hele mooie quiz. Wie hoort er in het rijtje niet thuis? Sinterklaas. Dus één, hè? Twee. De kerstman. Ja, heb je in de gaten? Ja, de Sinterklaas, de kerstman. Om hem grappig te maken. Om hem ingewikkeld te maken. De paashaas. Dus we hebben de Sinterklaas, de kerstman en de paashaas. En we voegen daaraan toe God. Wie hoort er in dit rijtje niet thuis? Huh? Nou, het antwoord is God. Want Sinterklaas bestaat niet. De kerstman bestaat niet. De paashaas bestaat niet. En het bestaan van God is geen zin. Huh? Dus als je zegt Sinterklaas bestaat, dan lul je uit je nek. Als je zegt de kerstman bestaat, want ik heb hem gisteren nog gezien, dan klets je uit je nek.
Als je zegt de paashaas bestaat, want we hebben hem afgelopen winter opgevroten met de kerst, dan lul je uit je nek. Letterlijk. Als je zegt dat God bestaat, dat is blasfemisch. Godslasterlijk. Ik denk niet dat God behoefte heeft aan mensen die gaan lopen brullen dat hij bestaat. Ik denk dat God liever heeft van... Shh, I am with you. Ken je die ontzettend leuke mop? Dat is uit Amerika. Dit wordt een heel droevig verhaal, dat snap je wel. Want het gaat over Amerika. En ja, God was ontzettend op zoek naar mensen die van hem hielden. Of in hem geloofden. Of... Ja, en in Europa, ja, alles was kapot, gebombardeerd. Heel Dresden was kapot, Hamburg kapot. Allemaal vrouwen in Berlijn, al die verkrachte vrouwen. Al die krijgsgevangenen bij de Rijnkampen. Ook allemaal... Maar kortom, iedereen dacht van... God, je kan maar mij even mijn rug op. Dus er ging God naar Amerika. En daar was iedereen behoorlijk happy, ja. Ja, vind je het gek? Ze waren gevlucht voor de paus, hè? Daar waren die Duitsers vergeten. Ja, die Duitsers hadden allemaal en masse mee moeten gaan naar Amerika. Maar goed, dat hebben die Duitsers niet gedaan... en dat hebben die Berlijnse vrouwen geweten. Nee, dit is humor, hè? Ik lul niet uit mijn nek of zo... Ja, God is naar Amerika. Zijn die nog gelovigen? En dan komt hij me toch een gelovige tegen. Hè? Hij was van een protestant natuurlijk. Hè? En alleen maar bijbelgelovend. Die man die ging wel eens naar de kerk voor de gezelligheid. Hè? En dan mocht hij zelf ook af en toe Spreuken 15 vers 1 voorlezen en nader verklaren. Hè? Dus God dacht, dit is mijn kind. Dus die gaat naar die man toe en die zegt, hallo, ik ben God. En die kerel, die schrok zich helemaal kapot. Hè? Ja, zegt God, ik wil graag wat voor jullie doen. En die man zo van, wat? Ja, zegt God, het maakt me niet uit. Zeg maar wat ik moet doen. Want jullie geloven in mij. Jij en de jouwe. Die man zo, ja. Nou, zei die man. Als je nou eens een brug maakt naar Hawaii. Hawaii, dat is een eiland. Dat ligt aan de linkerkant van Amerika. Hartstikke lekker weer altijd. Maar je moet er met de boot naartoe. Allemaal zo schommel. Gewoon een brug. Lekker toeteren met z'n allen. Toet, toet. Ja, zeg God, maar dat kan ik niet doen. Wat nou, zei die Amerikaan. Nou, zeg God, als ik dat doe, want dat kan ik zo doen, hè. Ik doe zo. Dan ligt er een brug. Maar dan heeft iedereen in de gaten dat ik besta. En dat kan ik even niet leien, snap je? Dus je mag me wel wat vragen. Ik ben hier ook om van jou te houden. Ja. Maar niet dat ik geëxposeerd word. Hè? Satan moet geëxposeerd worden en niet ik. Oh, zei die Amerikaan, die bijbelgelovende christen. Van nou, oké, ja, dan niet. Ja, zei die Amerikaan nog van... Het hoeft maar twee baas te zijn, hoor, denk ik. Drie baas. Ja, hij zei, God, dat gaan we niet doen, jongen. Dat kan niet. Ik hou wel van je, dat is het probleem niet. Maar ik moet niet geëxposeerd worden. Dan ben ik mijn hachje kwijt. Ik weet precies wat er gaat gebeuren. Ik
Oké. Nou, die Amerikaan zei van, nou... Wil je dan alleen een antwoord geven? Een verstandig woord? Je hoeft geen brug te maken, maar gewoon wat zeggen. Oké, zei God, nu gaan we praten. Ja, kom op, wat is je vraag? Nou, zei die Amerikaan. Ik heb een vriend en die heeft een vrouw. En die vrouw die zegt dan de hele tijd van al die dingen. En mijn vriend die wordt helemaal... En God zei, Als we nou uitgaan van een tweebaansweg naar Hawaii... dan valt dat minder op dan een vierbaansweg, of niet? Ja, zo simpel is het. Ik kan er niks aan doen. We zijn alle geborgen. In de hand. Dat is enkelvoud. In de hand van God. En iedereen die zich geborgen voelt, die moet het niet gaan vertellen tegen een ander dat je geborgen kan zijn. Nee, je moet al die immorelen laten verrekken. Te stom voor woorden. Die immorelen dan, hè? En voor ons is er niks aan de hand. Het is best een goed bericht. Er kan ons helemaal niks gebeuren. Ik wil ook wel naar de gevangenis eigenlijk. Ik heb daar zoveel goede verhalen over gehoord. Dat ik denk van nou, ik wil het zelf ook een keer mee kunnen maken. Ik heb die prijslijst gezien van het Huis van Bewaring. En wat daar een appel kost. Nou... Op de markt koop je het daar niet voor, hoor. Maar ja, op de markt ben je ook vrij en heb je je inkomen. Dat snap ik ook wel, dat is wat duurder. En in de bak is het dan een stuk goedkoper. Kijk, dat noem ik moreel. Dat bevalt me wel. Ik zie er naar uit, hoor. Om mijn... dagen te gaan slijten. Ter controle van het gevangeniswezen. Want je hoort wel die positieve berichten, maar... Is dat wel echt waar? Trouwens, ook zo'n grappig bericht. Is toch nieuws, hè? Maar Tommy Robinson, die is in de bak beland. En wat hij gedaan heeft, ja, dat... Ik vond het niet een goede Facebook-uitzending. Dat is voor mij geen reden om dan akkoord te gaan met dat die man in de bak belandt, omdat hij een saaie Facebook-uitzending heeft gemaakt. Dat ik zelf denk van, jongen, schiet een beetje op. Schiet een beetje op. En het ging dan over een child grooming gang. Grooming, ik ga het even niet opzoeken hoe dat op translate.google is, maar... Ja, prostitutiebedrijf met kleine kinderen. Ha. En ik begrijp wel dat Tommy Robinson en heel wat andere mensen daar ongelooflijk boos over zijn. Maar het is saai om drie kwartier lang een beetje te gaan lopen ouwe hoeren op een stelletje straatstenen. Met je selfie dinges phone. En dan nog ruzie maken met de gerechtsdienaars of zo. Nou, nee, ik vond het amateuristisch, maar niet professioneel. Ik snap wel dat hij dat wilde doen. Daar heb ik geen probleem mee.
Maar niet op die manier. En die zit nou in de bak. Ja, die krijgt al voor zijn kanus. Vervelend voor Tommy Robinson. Had hij mij maar in dienst moeten hebben, dan had ik hem wel gewaarschuwd. En tot zover gaan we en dan is het wegwezen. Niet alleen belangrijk om te schreeuwen op straat. Het heeft niet zoveel zin. Wel exposeren, daar heeft Tommy Robinson gelijk in. Dat is geen probleem. Ja. Wat gaat het goed met ons, hè? Ze hadden er voor een paar dagen geleden op het terras natuurlijk weer eens. Er was een Marokkaan en die was dan heel boos. Er was geen kut Marokkaan. Er was geen klote Marokkaan. Nee, er was een kanker Marokkaan. Die zat de hele tijd te kankeren. En hij zei ook... Je kan het niet verzinnen, hè? Maar hij zei van... Let op, ik word zo dadelijk de tent uitgezet... vanwege dat ik Marokkaan ben. Ik dacht alleen maar... Nee, jongen, je wordt de tent uitgezet... omdat je loopt te kankeren. Ah. En al die meisjes, of meisjes, jonge vrouwen, wat ik jong vind, ik ben bijna 60, dus ik vind al snel een vrouw tamelijk jong. Vrouwen van 30, 40, die vind ik jonge vrouwen. Maar die kunnen er echt heel verhipt goed uitzien. En dan opmerkingen maken naar die vrouwen. Alsof het hun schuld is dat ze er mooi uitzien. Ja, hij is een kanker Marokkaan. Ja, wat maakt mij eruit? Hij bood me nog geld aan en zei van als jij naar binnen loopt dan mag je 2 bier kopen. Waarop ik tegen hem zei van jongen ik lust geen bier. Ja, niet van het... Nee, niet. Ja. Als ik in de kroeg ben dan drink ik rode wijn, Jägermeister, dropshot, jenever, tequila. Of als je echt veel geld hebt, vodka met citroen. Maar geen bier. Ja, ik niet. Ik zei tegen die kanker Marokkaan. Nou, niet. Oh, dan ga ik zelf wel naar binnen. Ja. Ga maar naar binnen, man. Wat hebben wij te maken met die mensen? Het is al dat geklaag over immigratie. Wat maakt het je uit? En laten we serieus zijn. Al die Marokkanen komen hier naartoe. Nou, die laten vierkante meters achter in Marokko. Nou, die krijgen wij dus. Ja. Die Marokkanen die krijgen de hele westen van Gouda. Dat hebben ze toch al. Nou, dan mogen ze een hek omheen zetten. Dan noemen ze Marokkronië. Dat maakt mij het uit. En dan krijgen wij een stuk in Berberia. Ja, je moet vooral ons Hollanders... een stukje landbouwgrond geven. Ha. Dat hebben we zo voor elkaar, man. We maken een deal met je hebt hier een... even kijken hoor, bij de Rijn... Driel, daar in de buurt. Ja, bij Driel. Daar komt al die stront van Arnhem naartoe. Ah. En die jongens, die moeten dat allemaal... die machine in werking houden... en al die dingen moeten in de ronde draaien. Dan heb je eerst de anaerobe dinges... en dan heb je aerobe dinges... En uiteindelijk heb je daar plakken van over en die gaan de afvalverbrandingsoven in. Ja, dat lijkt mij verspilling van organisch materiaal. Wat denk je zelf? Hè? Al die zielige Arnhemmers zitten elke dag te schijten. Ja, op met die stront. Ja, en dan pomp je dan een tanker vol met stront. En dan varen naar Marokko. En dan die stront een beetje vermalen met dat zand. En er moet iets van water overheen. Maar ja, we hebben het hier over de Sahara.
het Sahara-gebied, daar is de luchtvochtigheid heel hoog. De absolute dan, hè? Hoger dan in Nederland. In de Sahara regent het niet. Dus al dat water zit in de lucht. Dan heb je er zo uit. Dat is geen probleem. Dan krijgen wij lekker een stuk van Marokko. Mooi zo. En van Turkije natuurlijk. Hè? We hebben het voor het uitzoeken. Ja, die Turken die hebben Doetinchem gekregen volgens mij. Of wat spreken we af? Wat willen die Turken hebben? Doetinchem? Enschede? Zeg het maar. Dat maakt mij het uit. En wat krijgen wij? Nee? Dat is gewoon landje verwissel. We maken het uit. Moet ik me zorgen maken? Nee, ik dacht vandaag niet. En ik dacht gisteren dat ook al niet. En ik ben me niet van plan om me morgen ook nog zorgen te maken. Al de gezeur over die immigratie gaat er weg. Ook verkrachte vrouwen, daar ben ik ook helemaal beu mee. Klaar, het is leuk. Daar kan je je op aftrekken. Dan kan je naar smerigeporno.nl, ga je er naartoe en dan typ je in verkrachting. Ja. Al die vrouwen die dromen daarvan. Zo. Ja, ik heb seks gehad. En daar kon ik niks aan doen. Je hebt seks gehad buiten het huwelijk en je verschuilt je achter een verkrachting. Of niet? Waar was je pepperspray? Of je vlindermes? Of je burka? En dan niet zo'n burka, want die truc ken ik ook, hè? Dan doen vrouwen een burka aan, maar ze hebben wel van die lekkere billen. En dan valt die burka, die valt zo mooi over die billen heen. Ja. En dan lopen ze misschien nog zonder slipje over straat. In een burka. Dat is allemaal mijn probleem niet. Tegen mijn dochter heb ik het ook gezegd. Van kindje. Veiligheidsafspraken zijn A, B, C en D. En als je die overtreedt en je komt verkracht thuis, dan ben jij niet de enige die een probleem heeft. Ja, pap, ik snap het wel. Dat is mooi zo, dan mag je de deur uit. En je komt onverkracht thuis. Heb je dat goed begrepen? Ik heb toch messen liggen? Ik heb ook een slijpblok. Dan maak je je zorgen over, meisje. Dat wil ik ook niet meer horen. Verkrachte vrouwen stoppen met die handel. Gewoon allemaal een beetje rustig gaan doen. Ja, maar we hebben ISIS nog. Ja, maar maakt dat uit? Het maakt mij geen donder uit, hoor. Ik heb die filmpjes gezien. Die ISIS-soldaten, die zijn zo dom als het achtereind van een ezel. Die jongens van D-Day, dat waren allemaal protestanten, wordt gezegd. Hè? Dat ze al die protestanten in die bakjes hebben gezet. Ik denk dat die er een klein beetje, ja, ze zijn voor de gek gehouden. Maar het leek een goed plan. Maar die jongens van ISIS, dat rijdt een beetje in de ronde met Toyota's en een paar schietgeweren. De eeuwige oorlog te voeren. En you believe me, dat die Arabieren, die Koranisten, die gaan een keer luisteren naar Sheikh Imran Hossein. Ja, maar Perry, jij was toch van de Bijbel. En Sheikh Imran Hossein, die praat alleen maar over de Koran. Dus wat ben je nou? Ben je een homo of een transgender?
Nee, ik zeg, je moet luisteren naar wat Sheikh Imran Hossein heeft te vertellen. Zijn hele... Ja, Sheikh Imran Hossein is een interpreteur, een vertaler van de Koran. Waarbij hij de Koran op een positieve manier vertaalt. En de oorlog in Syrië of Libië of waar die maar is, afwijst. Want hij weet van de katholieke kerk. Ja, maar de Koran is ook geschreven door de katholieken. Ja, dat wordt een harde noot voor Sheikh Imran Hossein om te kraken. Maar dat is niet mijn probleem. Hij interpreteert het liefdevol. En ja, Sheikh Imran Hossein heeft een petje op zijn hoofd. Maar voor de rest geen vervelende man. Ben jij gek? Saai is die, denk ik. Ik ben ook geen vrouw, dus ja. Het maakt mij niet uit. Nastrofja. Wij hebben ons helemaal nergens zorgen over te maken. Er is helemaal geen nieuws van het westelijk front. Het is een boek van Lamarck. Verfilmd ook nog. Beschrijft de droevenis van Europa. En die arme Duitsers. Ja, Fransen, die zijn zo slordig. Hè? We hebben het Nederlandse gezegde met de Franse slag. Dat is geen compliment. Als je iets gedaan hebt met de Franse slag, dan betekent het dat je er met een Jantje van Leiden hebt afgemaakt. Van, oh, dat is de bedoeling. Oh, de babi banon. Oh, lala, zet hem met trokje passen. Ja, ik kan Frans, hè. De pression. S'il vous plaît. En dan moet je je euro's moet je bij... Oh, wij zeggen euro's, maar die Fransen die zeggen euro's. Kijk, Fransen zijn hopeloos verloren. Daar kunnen we niks aan doen. Maar die Duitsers die zijn nog op een of andere manier te helpen. Ja. Denk ik, qua taal. Maar laat een Fransman geen Engels spreken, want je verstaat er echt helemaal niks van. Een Duitser die kan wel Engels. Geen probleem. Een Nederlander ook, by the way. Dus heel Frankrijk laten we gewoon zakken. Dat maakt niet uit. Bretagne is van ons. Die Bretonners, zo heten ze toch, hè? Le Breton. Dat zijn Kelten. Ja, dus, daar is ook verder niks mis mee. Als je naar Frankrijk gaat, ja, doe het maar even om het uit te proberen. Maar dan kom je van hier uit Nederland, moet je eerst door België heen. En dat is te doen. Maar dan begint Frankrijk. Oh, mijn de pano. In de buurt van Parijs heb je nog een beetje dikke wegen, maar dan begint het gehobbel. En dan krijg je van die handige richtingaanwijzers en die slaan nergens op. Van hier links ligt het kleinste dorp van Frankrijk. Of zo. Ja, die richtingaanwijzer heb je niet nodig. Dat begrijpen die Fransen niet, hè? Je gaat ook niet hier op de A12 zo'n bord maken bij de knooppunt. En dat je zegt van ja, als je naar Nieuwegein wil, moet je naar links of zo. Nee, natuurlijk niet.
Voor Nieuwegein dorp moet je ook naar links. En dan gaat hij weg. En zo zijn die Fransen. En dan kom je in Bretagne. En dan, haha. Plotseling kloppen alle borden. Het lijkt fucking Nederland wel. Het asfalt is ook netjes... Niet van dat gehobbel. En in Bretagne kan je ook in het Frans vragen... Waar is het feest? La fête. Ja, die Bretonners die maken het geen donder uit of je la of le zegt. Hè? Oh, la fête. La fête. C'est à la gauche, à la droite. Continuer. Dat kan je tenminste verstaan, man. In Bretagne dan, hè? Daar praten ze fatsoenlijk Frans. Dus Bretagne gaan we behouden. De rest mag van mij weg. Ik weet niet wat je met Parijs moet. Echt niet. Idiote stad. Apple Computer, die heeft er ook zijn hoofdkantoor gehad. Ik weet het wel. Maar voor de rest, maar die stomme Eiffeltoren, ja, gaat er weg. Het is wel leuk om even naar te kijken. Dat vind ik van Frankrijk. Dus daar kappen we ook gewoon lekker mee. Die Duitsers laten we in leven. Die Engelsen mogen ook nog. Die Belgen gaan we mee onderhandelen. Want een aantal Belgen zijn er heilig van overtuigd dat je Frans moet spreken. Ja, ook mee kappen. Dan zijn we ook gelijk van de Europese Unie af. Als we dat Frans afschaffen. Want er wordt geen Frans meer gesproken in het parlement. Als je wil ouwe hoeren, dan doe je dat op zijn Nederlands of op zijn Engels. En dan een beetje de klemtonen goed houden. Want die Fransen die kunnen er helemaal niks van. Van undustend. Nee, het is niet undustend. Oui, oui, c'est le undustend. It is not fucking undustend. Het is understand. Oh, joh. Maar nu wil je wel hard tegen de Fransen. Ja. Mooi zo. Oh, en die Spanjaarden, die vergeef ik alles. Die hebben zo'n lekker simpel taaltje. Dat kunnen we wel trekken. En iedereen Engels leren. Het schijnt zo te zijn dat mensen die een andere taal willen leren, dat als ze Engels kunnen, dat de makkelijkste taal Nederlands is. Dus heb je een Engelse achtergrond of gekregen via een cursus op internet en je kan Engels en je kan zeggen, nou, al die lelijke woorden, hè? Bloody fucking fuck you, zo, hè? Nou, dan kan je Nederlands leren, jongen. Ik ondersta jou. I understand. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren, mensen. Het is een lekkere, mooie, korte uitzending. En de belichting als... Ah, ik vind het geniaal, hoor. Het lijkt wel een schilderij van Van Gogh. Hey. Dat ik er op mijn leeftijd nog zo mooi uit kan zien. Ik kan wel janken. Hé, hey, lieve kinderen. Van God, hè? Niet van mij, maar hè? Lieve kinderen. Ik ben ook een kind. Ik ga nu even overschakelen naar Hamburg. Dat is die stad in het noordwesten van Duitsland. Die helemaal kapot gedingest is. Op zijn Hamburgs zag ik tjus. En dag lieveras.